Een probleem of conflict tussen werkgever en werknemer kan zo ernstig zijn dat ze het vertrouwen tussen beiden voorgoed verbreekt. In dat geval kan er ontslag om dringende redenen ingeroepen worden. HR-expert Jan van Akkoleijen praat erover met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom. We gaan het in dit gesprek hebben over het ontslag om dringende reden. Kan u eens toelichten wat ontslag om dringende reden juist inhoudt? Betekent in feite dat een werknemer dermate zware feiten pleegt dat onmiddellijk elk vertrouwen, maar dan ook elk vertrouwen tussen werkgever en werknemer verbroken is. Zodanig dat men onmiddellijk een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder dat enige vergoeding moet betaald worden. Vaak eindigt dit voor een arbeidsrechtbank. Kan u een aantal situaties aangeven waarin de arbeidsrechtbank inderdaad akkoord is met een ontslag om dringende reden en waar ze niet akkoord is? Er zijn een paar klassiekers van feiten die iedereen aanvoelt. Dit is totaal ontoelaatbaar. Bijvoorbeeld diefstal. Dan zijn er zaken, bijvoorbeeld het te laat komen. Het kan zijn dat het voor een bedrijf een geesel is, het feit dat iemand regelmatig te laat komt. Maar een arbeidsrechtbank staat daar begrijpender tegenover, gaat dat niet vlug aan zich catalogeren als zijnde een dringende reden die samenwerking totaal onmogelijk maakt. Een ontslag om dringende reden heeft ook een aantal procedurevoorschriften. Welke zijn die? Bij een ontslag om dringende reden is het cruciaal om rekening te houden met de vormelijke kant. En dat is in eerste instantie dat het ontslag moet doorgevoerd worden binnen de 3 werkdagen na kennisname van de feiten. Het tweede fundamentele vereiste is dat het ontslag zeer goed moet gemotiveerd zijn. Dat moet per aangetekend schrijven betekend worden aan die ex-werknemer. Zou u naar de wetgever rond de regelgeving ook enige tips, adviezen geven naar verbetering van deze wetgeving? Persoonlijk vind ik dat die wetgeving in orde is. Cruciaal is in feite de rol van de werkgever, de werknemer. Ik vind bijvoorbeeld dat een werkgever, vooraleer dat men wil overgaan tot een ontslag om dringende reden, eens een extern klankbord zou moeten hebben om precies die emotionele valkuil te vermijden. En ten tweede moet men ook ervoor zorgen dat er een wezenlijke opbouw is van het dossier, waardoor in feite zowel voor de werkgever, de werknemer als de rechter duidelijk is, ja, hier stopt het definitief. Dank u wel. Ik hoor u duidelijk zeggen, eigenlijk een eindpunt dat we kunnen vermijden door een stukje proactiever en transparanter te communiceren. Dank u wel voor deze toelichting.